What up YouTube en welkom bij weer een nieuwe video hier in de Zombie Marathon Week. En we spelen vandaag op de Black Ops 2 map Farm. En ja, deze video is eigenlijk echt kut. Want weet je waarom het zo kut is? Ik moet deze map gaan spelen met kutwapens. En ja, we gaan gewoon kijken hoe ver ik kan komen op Farm. Niet een van de grootste maps. Niet een van... What the fuck is dat? Lijkt op een spider. Niet een van de grootste maps. Niet een van de leukste maps. Maar ik heb deze challenge binnengekregen en ik dacht van weet je wat, het is wel leuk om te doen. Het is best wel een uitdaging. Dus laten we het gewoon gaan doen. Man, ik heb zo'n hekel aan deze map. Het is ook echt weinig op te beleven. Maar goed, we hebben natuurlijk die challenge gewoon geaccept. Dus ja, ik hoop dat ik wel wat rondes ga halen. Ik weet ook echt niet van ja, wat voor guns ik ga krijgen. Maar in principe mag ik dus ja, alleen de handguns of de double wield guns. Is dat double wield? Ja, nou whatever. Dus double handgun, shotgun, ja, en de, ja, fall en de, weet ik veel wat allemaal. Allemaal die crap guns die je normaal dus gewoon laat liggen, die moet ik gewoon oppakken. Dus ja, laten we dat gewoon gaan doen, man. Dus dan ben jij ook even geïnformeerd en dan weet je ook waarom het misschien gewoon kut gaat in deze video. En ik wil gelijk, ja, de revive hebben. Want ik weet gewoon, ik ga gewoon snel dood in deze video. Ik kan er niks aan doen. Ik ga gewoon mijn best doen. Maar ja, het is helaas gewoon zo. Pak mijn granaatjes even lekker op. Hopla, repair the window. Hij wil me in mijn rug flanken. De vuile viespeuk. Maar ja, dat waren we even voor, hè? Oh ja, oh ja. Oké, okay, nou, laten we maar de eerste kutwapen zometeen gaan pakken. Ik weet niet, ik dacht dat dat de Remington was, maar het is zo te zien was dat net de Olympia. En de Olympia, ja. Als je echt een keuze hebt, jongens, in zombies, dan pak je de Olympia. Het is echt, ja, dat wapen wat je gewoon het liefst niet wil hebben. Maar goed, we gaan even door naar boven rennen en, nee, ik kan niks builden. Heb ik hier nog een wapen in? Nee. Want je kan gewoon een wapen, kan je daarin stashen, jongens. Dan kan je het gewoon het volgende potje, wanneer je weer gaat spelen, kan je gewoon je oude gun eruit pakken. Maar ja, stel dat het een regen was. En hier, lekker. Double wield 5-7. Dat is gewoon super chill. I love the 5-7. En ik zie niks. Ik zie niks. Er komt niks. Oh, het is pas een nieuwe wave. Shit, hey. Ik zit echt zo te kijken van, huh? Waar komen ze nou? Oh, geen credits hier, though. Take my double wield, zombie. Hopla. Nou ja, tot nu toe zijn we nog best wel geprezen in deze video. Want ja, we hebben gelijk al een 5-7 Akimbo. Akimbo klinkt beter dan dual wield, hè? Vinden jullie ook niet? Akimbo. Ja, we hebben dus een 5-7 Akimbo. Dus ja, we zijn best wel geprezen van deze guns. Die zijn gewoon awesome. Dus ja... Maar goed, ik mocht alleen pistols oppakken, shotguns oppakken. Ja, semi-auto, dus zoals de fall en de, wat ik al eerder zei. Dus ja, in dit opzicht heb ik gewoon even een mazzeltje. Lekker hoor. Nou, boer, waar ben je? Ik ben alleen hier op de farm. Lekker. Nog meer? Ja. Lekker. Weer een wave survived. We gaan een wave 4 in. We doen het goed. Lekker hoor. Huh? Zag je dat ook? Press X? What the fuck? Nou ja, whatever. Het zal wel weer een glitch zijn in de map. En wat is dat rare geluid? Ik weet niet. Horen jullie dat ook? Dat horen jullie gewoon ook. Het is echt zo'n raar geluidje. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven eigenlijk. En ik probeer die geluidjes na te doen en het klinkt zo vals als een valse orgel. Maar ja, dat komt natuurlijk ook door mijn, ja, door mijn stem momenteel. Let's kill them, man. Hier, ik kan gewoon een beat maken met mijn 5-7 en ik kill ze. Godsamme. Lekker, lekker bezig, man. En ja, dit is de vierde video voor vandaag alweer. En ja, we zijn aardig aan het opschieten in een marathon natuurlijk. Er komt nog een Origins video. Eén of ja, één video verdeeld in twee. En dat is natuurlijk awesome. Daar ga ik ook weer een challenge op doen. Ja, The Rise komt er nog aan vandaag. Dus ja, sit back man en relax. Want ik doe het werk. En moet je zeggen, het is eigenlijk best wel pittig om alles te gaan editen. En ja,
En het in één dag af te hebben. Maar goed, het maakt niet uit. Ik doe het gewoon. Want ja, belofte is belofte. En man om man, woord om woord. Dus ik hoop ook gewoon dat jullie dat echt... voor mij ook echt tof vinden dat ik dat voor jullie doe. Mijn stem begint wel wat meer pijn te gaan doen. Ik had net eventjes een pauzetje genomen. Even een theetje gedronken. En met wat honing uiteraard. Om mijn stem goed te smeren. Dus ja, dat moet ik maar even voor lief nemen voor jullie. En ja, misschien ben ik morgen wel helemaal uitgeblust. Maar goed, we gaan gewoon door. We gaan gewoon door tot het eind. Tot het niet meer gaat. Tot ik echt aan het whisper ben. Dat noemen we de whisper challenge. Dus denken jullie, huh, wat zegt hij? Wat zegt hij? En dan zeg ik, ja, ik zei dit in de video's in de comments. Oh! Ja, nee, maar ik doe gewoon mijn best, weet je? Dus meer dan mijn best kan ik ook voor jullie niet doen. Ik bedoel, ik ben niet zo'n heel groot kanaal. Ik heb 332 subs. Ik bedoel, daar ben ik al heel erg trots op. Nooit gedacht aan het begin. Weet je, ik heb echt in een periode gezeten dat ik video's maakte. En ik gewoon nooit comments kreeg. Ik noem maar wat. En ik heb even... Oh, shit! Kut! Nee, dat was niet mijn bedoeling. Ah, man. Oké, okay, ik wou eigenlijk mijn 5-7 hebben en de Olympia. Ik dacht, neem maar even de Olympia, want mijn kogels waren bijna op. Maar fuck, ik heb het omgedaan. Maar goed, dat is wel kut. Maar wat ik dus aan het vertellen was, dus ik zat gewoon echt in die periode aan het begin van mijn kanaal. Echt van, niemand reageerde en ik kreeg nooit comments. En weet je, dan voel je je echt een beetje depri en desperate. Van ja, niemand reageert op mijn video's. Is het wel goed genoeg? En ja, nu krijg ik best wel leuke feedback van iedereen en echt van die vaste abonnees. En daar doe je het dan uiteindelijk voor. En ja, mijn kanaal qua abonnees staat wel even weer een tijdje stil. Een weekje of twee of zo. Dus oh, fuck. En ik dacht van nou, ik lul me er even lekker tussendoor. Maar nee. Maar ja, in ieder geval, het staat er wel even stil. Dus ik hoop ook dat het straks als we weer gewoon de normale uploads doen. Dat het weer een beetje gaat groeien. En ja, daar doe ik het gewoon lekker voor. Ik wil gewoon meer audience, meer publiek. Meer samenwerkingen doen. En, maar dat is allemaal in de toekomst, weet je. Dus, maar ja, in ieder geval wil ik jullie daar wel voor bedanken. Oh yeah, monkeys! Monkeys! I love you! Ja, ja, die monkeys mag ik gewoon oppakken, weet je. Want kijk, ik kom straks misschien in situaties terecht waar ik hem gewoon goed kan gebruiken. Dus die uitzondering maak ik even voor mezelf. Voor de rest zou ik gewoon alle kutkunst oppakken. Shit, hey, die Olympia is ook bijna niet meer te doen. Maar goed, we moeten gewoon tot het graadje, tot het eindje, tot het gaatje. En ik besef me net even dat ik ook, als ik nu... Ah! Kut, nog één klap. Dat wou ik net zeggen. Dus als ik nu twee klappen krijg, ben ik gewoon dood. Dan is het echt gewoon game over. Shit, man. Dus ik moet eventjes goed bezig blijven. Komt-ie hoor, die zombie. Maar ik ben best wel benieuwd eigenlijk wat jullie favoriete zombie-map is. En dat mag in Black Ops 2 zijn, dat mag in World at War zijn. Mag in Black Ops 1 zijn, maar ik ben best wel benieuwd wat jullie favoriete map is. Want ja, die van mij, van... Van Black Ops 2 is gewoon echt Origins. Van Black Ops 1, ja, wat vind ik daarvan mijn favoriete map? Dan moet ik even nadenken eigenlijk, want... ik vond het wel vet, als ik eerlijk mag zijn, maar... Niet echt dat ik dacht van, ik heb een favoriete map in Black Ops. Nee, eigenlijk niet. Dat is echt stupid eigenlijk. Ik heb wel leuke tijden beleefd eigenlijk in Black Ops 1 Zombies. Vooral ook in die glitch. Oh yes, oh yes, oh yes. We hebben de Executioner. We hebben de Executioner. Is ook niet echt een goede toffe gun. Dus ja, oppakken die hap, hè. Maar ja, 5 vond ik altijd wel leuk eigenlijk. Dat is best een moeilijke map. Maar ja, op een gegeven moment was er een glitch dat je bovenop die computers kon zitten. Dus als je dan... er was ook een permanente Dead Machine glitch. Die weet ik ook nog heel goed. En dan had je een Dead Machine gewoon het hele potje lang. En dan ging je gewoon daar opstaan met z'n allen. En dan weet ik nog dat we eigenlijk voor het wereldrecord gingen met mijn squad. Mijn zombie squad alpha natuurlijk. En dan waren gewoon die Xbox echt gewoon aangelaten. Gewoon een nacht lang en zo. En we waren echt in wave. Weet ik het, toen ik wakker werd zaten we echt in 300 nog wat of zo. Of 400. Kan iets in die richting hoor. Maar we waren best wel hoog op de leaderboards gekomen. Was eigenlijk op een glitchy manier. Maar ja, weet je, hè? Als de glitches er niet zijn, dan is de game er ook niet. Dus ja, voor de rest was dat gewoon echt voor de grap gewoon meer. En ja, in World of War heb ik een lievelingsstandaard map. Ja, zeker. En dat is Farouk'd. En dat komt gewoon omdat dat, ja, eigenlijk gewoon zeg maar de oh, fuck, ben ik weer down. De eerste zombie map was eigenlijk die... het introduceerde allemaal, dus Juggernaut en Double Tap en Quick Revive en ja, dat soort dingen. Dus dat was best wel leuk, dat is mijn favoriete map, dat zou ik ook nooit meer vergeten van World at War. En ja, van de Exo-zombies, ja dat weet ik nog niet, daar kan ik nog geen antwoord op geven. Natuurlijk is maar één map uitgekomen en overmorgen de tweede en ik can't wait man, I have to push that on my channel. Dus dan weet je sowieso, maandag komt er weer een zombie video.
En sowieso ga ik maandag gewoon verder met de vaste uploads. Maar dan zou er een extra video komen met de extra zombies. Want ja, zeg nou zelf. Het is gewoon awesome. Oké, ik heb nu 1900 punten op het moment. En ik heb 2 kutwapens. Dus ja, ik hoop maar zo dat ik nu even iets krijg waar ik een beetje mee op weg kan. Ja, nou, DSR is ook op zich wel kut. Ik neem hem gewoon, weet je. Als ik nu de challenge volgens die persoon niet doe, dan... Oh man, bijna raygun, hé. Als ik nu volgens die persoon de challenge niet heb gehaald, dan heb ik hem niet gehaald. Ik vind dit gewoon een kutgun, klaar. En niet qua dat, maar qua soms is het gewoon een kutgun. Het is niet een gun waarvan je zeker weet dat je de 20 wees mee gaat halen. Dus vandaar dat ik hem oppak. En ik ga proberen... Oh! Oh! Wow, die was vies. Die was vies. Ja. Nou, ik heb mezelf mijn dag alweer goed gemaakt met deze kill van net. Gewoon simpel. Ik vond hem wel gruwelijk. Ik weet niet wat jij ervan vond, maar ik vond hem in ieder geval gruwelijk. Maar goed. Dus we hebben nu de DSR en we hebben de Executioner. Nou, 2 wapens waar je van zeker weet dat je binnen een wave 11 of 12 mee doodgaat. Dus ik bereid me er alvast op voor. Komt-ie. Hop. Quickie. Het is alleen jammer dat die clip zo klein is, hè. Weet je. Shit, hè. Maar wat ik eigenlijk van... Oh, fuck. De kaboom. Wat ik eigenlijk van deze map niet begrijp is... Ze hebben alle perks opgezet, maar dan hadden ze toch wel ergens nog een plekje kunnen vinden. Zoals die hele schuur nu rechts... Daar staat niks in. Daar hadden ze makkelijk de Pack-a-Punch machine in kunnen zetten, man. Ja, toch? Eerlijk. Ik vind van wel. Ja, oké, jongens. Dit is mijn laatste quick revive. Betekent dus als ik zometeen doodga. En ja, ik ben weer tot leven ge-quick revived. Dan betekent dat ook dat ik geen nieuwe meer kan kopen. Dus dat het echt, ja, 10 voor 12 is, zeg maar. Betekent dus ook dat ik dan goed moet realiseren dat ik gewoon niet meer gerevived kan worden. Maar goed, we blijven lekker doorspelen. Ik vind het nog best wel knap dat we eigenlijk zo'n hoge weef... Nou, hoge weef. Met kutguns is dit een hoge weef. Kom maar. Ah, mis ik hem. Ah, stress. Oké, jou heb ik nu. Jou heb ik nu. Bam. En dan zeg je... Epische triple kill. Oh man, ik ben echt funny aan het doen. Maar ik zeg eerlijk hoor, ik speel echt kut op het moment. En dan bedoel ik gewoon voor mezelf. Lekker bezig hoor, gek. Oh fuck, ik mis hem weer hè. Nou, retry. Oh, ik heb hem wel, maar hij is nog niet dood. Headshot. Hopla, kijk. Kijk, de oude sniper skills van MW2 komen weer boven hoor. Hey. In mijn rug. Ik zeg het je nog. Ha! Ah. Dit is moeilijk. Oh shit. Ja, ik kan er niks anders van maken.